Ik reis met mijn koffer door het hele land. Grote voetballers van grote voetbalclubs kom ik tegen. Maar vandaag een grote voetballer van een kleine club. Een smaakmaker waar veel mensen voor naar het stadion komen. Alhoewel, een klein stadionnetje. Verme, jonge, stoere knapen. Yo Jordan. Yo. Heb je er zin in? Altijd. Je hebt al op het veld een paar schitterende acties laten zien. Yes. Ik heb een koffer bij me. En straks gaan we het centrum in. En het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk natmeks, oftewel panna's, geeft aan voorbijgangers. Yes. Maar dat doen we op een bijzondere manier. Okay. En dat zit in deze koffer. Ben je benieuwd wat erin zit? Heel benieuwd. You need people like me. You need people like me so you can point your finger and say that's the bad guy. Ja, jij mag zo meteen een masker uitkiezen. En dan gaan we de stad in en dan spelen we Nutmeg Incognito. Ik ga even laten zien wat ik in de aanbieding heb. You can't do this to me! You can't do this to me! I'm a superstar! I'm a mega superstar! See you! See you! David Brown, तुम मुझे तबाह करना चाहते हो? मैं तुम्हें देख लूँगा! Wat ben je? Oh, jij maakt gewoon een nieuwe swag ervan. Zeg. Dan moet ik hem wel opnieuw zien. Sterk. Is goed man, ben je er klaar voor? Ja toch, 100. Oké, let's go. Weet je wat het is? Het is alsof je naakt bent, maar niemand weet dat jij het bent. Begrijp je? Ik weet niet hoe dat is. Ja hoor. Toen ik hier net was, toen was hier nog geen, althans toen had ik nog geen waggie en zo, je weet toch? Ik moest altijd met de trein komen. Ja. Toen liep ik hier boem vaak, maar ze weten toch niet wie ik ben, dus dat maakt niet uit. Ze zien me toch niet. Als je hier dan loopt, moet je wel eens handtekening uitdelen. Als ik hier loop? Ja. Ah, soms doet iemand wel gewoon op de foto en zo, je weet toch? Ja. Want meestal zijn ze er niet op voorbereid dat iemand, maar... Wel eens een fotootje of zo, je weet toch, niet echt speciaal. Ga je vandaag niet krijgen, homie? Nou, hoeft ook niet. Zometeen krijg je dus 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk panna's, oftewel nutmegs, te geven. Yes. Ben je er een beetje goed in? Nou, ik doe mijn best. Ik ga mijn best doen. Nee. Ben je er goed in? Ja man, overtuigd van mezelf, dat wel. Wie ik ben? Ja. Op wie lijk ik? Ik weet niet. Weet je het niet? Hij is onbekend. Op dit moment weet ik ook niet wie ik ben. Kroe. Homie, hier staan we dan. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Oké. 3, 2, 1, go! Too much old people. Weet je wat die toren is? Iedereen loopt weg van mij. It's showtime, folks. Kuch music की आवाजें आ रही हैं. Goedemiddag heren. Andere. Hallo dames. Hallo. Alles goed? Ja hoor. Oké. Ga maar hoor. लेकिन जब तुम हतक इज्जत का दावा करोगे तो मेरा वकील तुमसे पूछेगा कि कैसी इज्जत उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर करूंगा. उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर करूंगा. Ik zweet me dood. Alles goed, meneer? Goed? Goed hoor. Ik zeg je eerlijk, ik zweet me dood. Is het zwaarder dan je dacht? Veel zwaarder dan ik dacht. Ik had het nooit zo verwacht. Mag ik twee aanmerkingen geven? Tuurlijk. Je bent lief, man. Lief? Volgens mij wil jij echt gewoon een gemene tegenstander hebben. Je denkt van, nu ga ik serieus doen. Je zat gewoon in het begin een beetje chill, relaxed. Ja. En af en toe zag ik van, je wou een hele mooie... Hij zat wel eentje. Dat is wel echt... Hoeveel denk je dat je er hebt? Ik weet niet, maar 4 of zo, 5? Ja, het zijn er 5. Het waren wel 5 hele mooie. Ja. Ben je tevreden over het resultaat? Nou, ik denk dat ik er veel meer uit had moeten halen. Jordan, thanks voor het meedoen. Ik denk dat het nu wel tijd is om, om je masker op te doen. Ja, dat doe ik straks nog niet nu. Nee, nog niet? Straks. Oh, Oké. Dus in ieder geval voor nu bedankt voor het kijken. Ben je nou benieuwd wie de volgende keer ook meedoet? Blijf dan Touzani TV in de gaten houden. Voor nu, adios, bye bye, amigos. Ciao. Nou, maar hé, dit is echt zwaar, man. Ja. Dat zeg ik echt. Weet je wat het is? Hello? I am. Who's speaking?